in deze nieuwe video. Ik zit op het terrein. Je ziet hoe dat het nog donker is. Het is pikken donker. Maar we zitten hier niet aan. Dus ik ben nu aangekomen hier. En ik ben nu naar het ziekenhuis aan het wandelen. En we zijn met die tram, al ja, met zo'n tram zijn we meegereden. Maar het valt nog mee, dus ik ben te vroeg, sowieso te vroeg. Dus ja. Maar ja, dat zijn we altijd te vroeg. We zijn nog nooit niet anders geweten eigenlijk dan te vroeg, dus we zullen het wel zien. We staan nu in deze ruimte, kijk. Er is niemand. Maar ja, we staan toen in de wachtzaal. En we zijn heel vroeg te vroeg. Dus ja. Het is wel spannend eigenlijk om hier te staan. Dus ja, wel cool. Ja, ik heb een muts nog op en zo, dat moet ik nog allemaal afdoen, want ja, dat is logisch. Ik zeg het, we zijn te vroeg. En dat is dat papiertje dat we krijgen, dat eruit komt. Dus ja, we moeten onze richtlijn natuurlijk ook volgen. Dus we mogen normaal zien binnen 15 minuten in de wachtzaal zaten. Maar het probleem is natuurlijk, ja, als je... de trein heeft echt wel zijn best gedaan vandaag. Dus, en nu ga ik zakken van de wc. En dan is gewoon wachten. Maar daar is nog echt heel goed donker als je dat ziet. Er is eigenlijk geen licht. Dat is grappig eigenlijk. Hè. Dus we zitten in de wachtzaal. Ja. Voor die muts ligt mijn haar toch nog... Goed eigenlijk, maar het is bijna niemand in de wachtzaal. Het is wel warm met dat mondmasker. Maar ja, we hoeven niet te klagen eigenlijk. Ja. Dus en straks op gesprek, ik ben eens benieuwd, er valt veel te vertellen deze keer. Veel te veel, eigenlijk. Maar ja, dat komt wel in orde. We zijn echt veel te vroeg. We moeten hier om 16:15 zijn of zo, 22:45. We zijn dus echt heel veel te vroeg. Ah ja, ze heeft echt de verkeerde uur gezegd. Oh mijn kaas. Ze dacht dat het om 10 uur was en het is veel later. Dus ja, niet zo leuk natuurlijk. Dus kijken we nu eventjes naar 10. Positief. Kijken we nu even om toch het uur mee te doen. En je ziet de wachtlijst helemaal leeg ondertussen. Maar mijn begeleider is er bijna, maar ja, die mag niet filmen. Dus daarmee is hij. Maar als het echt zit, is er niemand meer in de wachtruimte. Dus... Het is echt heel rustig. Dus zit ik in de ruimte. Kijk, dit is de ruimte waar ik nu binnen zit eigenlijk. Dan zie je dat ook eens een keer, want ik vergeet het altijd aan te filmen. Dat ik dus ja, hier op gesprek kom eigenlijk. Je ziet me altijd in de wachtzaal, maar de rest zien jullie allemaal niet. Dus ik ben nu echt wel binnen. En ja, nu gaan wij dus spreken en natuurlijk met die meneer. We zitten nu nog op het terrein. Dus richting... mijn eigen stad. En dan zijn we eindelijk met de fiets en dan terug naar huis en dan zal ik heel de informatie wel mededelen eigenlijk allemaal. Dat is het gemakkelijkst om het allemaal te zeggen. Het is weer een heel pak, maar het is wel belangrijk natuurlijk dat je het allemaal weet. En als je nog vragen hebt, kun je ze altijd nog stellen onderaan in de comments. Dus, het is echt al wat regen, het is koud ook trouwens. Dus dat zal weer rode blauwe handjes worden. Maar ja, dat hoort er nu helemaal bij. Dus jullie hebben kunnen zien hoe het eigenlijk allemaal een beetje verliep in Gent. Voor naar mijn psycholoog te gaan. Dus het was eigenlijk wel heel leuk eigenlijk om dit te mogen doen eigenlijk. Want ja... Ik ben vooral blij dat ik jullie mee kunnen nemen heb, eigenlijk achter de schermen een beetje, hoe het een beetje gaat, om naar mijn psycholoog te gaan. Volgende week, woensdag, ga ik om mijn testosteron. Dus dan ga ik jullie weer meenemen, dan is het wel zonder begeleiding. Dus dan had ik echt ja, alles zelf een beetje moeten doen, dus dat gaat wel even zwaar worden. Maar ik vind het wel leuk dat ik dit heb. Kunnen laten zien hoe dat het eigenlijk is. Je mocht niet binnengaan bij de psycholoog. Dat vond ik ook wel heel belangrijk. Want dat was ik de vorige keren altijd vergeten om te filmen. Maar als je dan zelf ook kijkt naar de vlog. Dan ben je een keer wel soms aan van. Misschien dat wel goed om het in te brengen.
Dus die tips neem ik ook natuurlijk altijd mee. Dus als je daar ook tips voor hebt, dan zo en zo en zo. Je moet ook natuurlijk ook rekening houden. Ik mag het personeel niet filmen. Dus soms is het ook gewoon omdat het niet anders kan. Ik ben er ook helemaal alleen. Als je iemand hebt die mee kan, dan kan die ook voor jou filmen. Dus dat is een beetje het verschil eigenlijk. Waarom dat het niet altijd loopt hoe het moet lopen. Maar deze keer lukt het eigenlijk wel heel goed. Eigenlijk, we hebben het ook over de borsten gehad. En daar ben ik wel heel blij mee eigenlijk. We gaan er binnenkort nog wel verder over praten met de psycholoog. Maar sowieso ga ik op een wachtlijst terechtkomen waarschijnlijk. En dan zou het voor mei of juni zijn sowieso. Die periode sowieso al. Dat het waarschijnlijk de borstverwijdering gaat gebeuren. Dat is waarschijnlijk 1 dag of 2 dagen in het ziekenhuis. Maar dan, ja, dan hebben we wel een beetje een groot probleem. Echt zo'n groot probleem. Want ik kun je eigenlijk al meenemen in het verhaal hoe het... Ja. Hoe het eigenlijk is dan. Maar het probleem is, als je zei die psycholoog, je mag met de camera niet zo doen. Even geduld. Dus, en dat is natuurlijk wel een beetje een probleem, want het is zo 6 weken dat er dan niks kan gevind worden. Dat vind ik ook wel een beetje moeilijk. Dus ik ben eigenlijk een beetje aan het zoeken hoe kunnen we dat oplossen. Maar ja, hoe kan ik dat oplossen? Ik heb geen cameraman. Dus ik weet niet hoe, maar dat gaan we in de toekomst nog wel bekijken. Het was een heel leuk gesprek. We hebben ook gepraat over hoe het voelt om alleen te zijn en zo'n dingen allemaal. Dat hebben we allemaal te sprake gebracht. Dus ik ga ook om de maand naar de psycholoog. Oké. Dus ja. Er is ook nog hoop proberen om te regelen. Maar dat komt bij in orde eigenlijk op zich. Wilt u nu eens focussen, alsjeblieft. Dus ja. Moest je daar tips voor hebben hoe dat we dat kan oplossen, dat je toch in die maanden dat dat zal gebeuren, toch een vlog online komt, laat het me eventjes weten, dan kan ik het bekijken eigenlijk. Dus laat me ook even weten. Dus ook te zien met die corona, hoe dat dan verloopt, want dat er tegen. Dus het hangt allemaal een beetje van de corona af, dus anders is het nog langer wachten. Omdat hij ook zei dat het, ja, nu met die corona is dat dit het niet, ja... Worden die operaties ook niet uitgevoerd. Dus dat is allemaal achteruit is geschoven. Dus dat hangt er een beetje van af. Dus ik ben wel eens benieuwd hoe het allemaal gaat verlopen. Maar dat ga je allemaal binnenkort zien. Het was vooral heel leuk om er te zijn. Dus ik heb er wel van genoten. En ik hoop jullie ook. Heb je er nog vragen rond? Rond van alles en nog wat. Wat wil je weten? Zeker en vast hieronder in de comments kan je alles... vragen en dan komt er sowieso wel eens een vlog van over. Is het maar 1 vraag dat wordt gesteld, dan wordt dat gewoon in de dagelijkse vlog meegenomen. Dat spreekt voor zich, want ik kan niet voor 1 vraag. Dus zie natuurlijk dat ik er heel rond heel veel kan vertellen, dan kan ik dat misschien wel doen. Zodat je wel horen, is mijn stem ook al een beetje aan het veranderen. En vooral dit. En dat is bij heel weinig mensen dat dat gebeurt, dus daar ben ik wel heel fier op. Dat dat bij mij wel al is en dat kan ik alleen maar beamen en trots op zijn. Dat eigenlijk ook allemaal wel goed verloopt eigenlijk in al die stappen. Dat wil niet zeggen, omdat dat bij mij gebeurt en dat jij volgende week een spuit krijgt, dat dat bij je... Camera wil niet meewerken, hè. Dat dat bij jullie ook zo gaat verlopen, want dat is bij iedereen anders. Dus dat kan zijn dat bij jou de stem eerst is, of dat je dat eerst hier voelt, of als eerste snor krijgt, dat kan ook maanden duren. Dus dat is niet zo lijkt mij. Iedere stap, iedere persoon is anders in het reageren, want het is een storm. Dus dat hangt van elke persoon verschillend af. Dus, maar ik ben wel vooral trots dat het bij mij wel zo is en dat ik nu wel wat kan laten zien. Wie ik ben en dat is voornaamst. Dus ja. Camera wil niet meewerken meer. Hij is moe. En dat is heel lastig dat hij nu niet wil meewerken. Dus ja, ik ga gewoon de video afsluiten. Vond je dit een leuke video? Dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zien we elkaar morgen weer terug in een gloednieuwe video.